Het is leuk, want op zo'n avondsoop hebben we altijd alle tijd en ruimte om mooie nieuwe functionaliteit te laten zien. Ik heb nu nog 9 minuten, dus dat is even een andere koek. En dat is altijd moeilijk, want dan moet ik een onderwerp gaan uitzoeken wat ik in 9 minuten kan uitleggen aan jullie, waar jullie ook nog wat aan hebben. Het is wel een onderwerp die wij pas na de avondsoop van vorig jaar hebben gebouwd. Dus dat betekent dat het eigenlijk nog relatief nieuw is en dat veel van jullie misschien nog niet weten dat het er is, ook al wordt er wat over geroepen. Maar ik heb ook voor een onderwerp gekozen wat een beetje aansluit bij hetgene wat Hans al heeft verteld. Dat is namelijk het delegatiemodel. Hans heeft het een stuk gehad over autorisatie en rollen met jullie. En wij hebben afgelopen jaar in november hebben we het delegatiemodel uitgeleverd, waarmee je eigenlijk de mogelijkheid krijgt om een stukje flexibiliteit op die autorisatie in te gaan richten. Want waarom hebben we een delegatiemodel gemaakt? Wij zien een enorme toename, gelukkig, in het gebruik van ESS en MSS. Nou, jullie hebben vanochtend eens gevraagd, gebruiken jullie al Insight? Gelukkig in heel veel gevallen is dat zo. En we zien steeds meer klanten die ook heel veel processen in de lijn leggen. Dat kunnen processen zijn die natuurlijk HR gerelateerd zijn. Dat kunnen processen zijn die financieel gerelateerd zijn. Maar er zijn steeds meer mensen die in de lijn gewoon de eigen verantwoordelijkheid dragen. We zien dat heel veel automatisch leidinggevende bepaald wordt. Dus in een organigram heb je het zo ingericht dat automatisch gerapporteerd wordt aan de OE die erboven ligt. Waardoor op het moment dat een manager een bepaalde functie gaat bekleden, hij ook automatisch rechten krijgt op die medewerker. We zien daardoor ook dat sommige leidinggevenden wel heel veel taken op hun bordje krijgen. En we hebben vooral branches zoals de zorg, waar vandaag heel veel van mensen van aanwezig zijn volgens mij. En het onderwijs, waar je bijvoorbeeld een hoogleraar of in de zorg een arts, die dan ook nog even manager is van een afdeling. En dan ook te maken krijgt met een verlofaanvraag van een medewerker. En die denkt, ja hallo, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Dus vanuit jullie hadden we de veelgehoorde wens om die taken rondom verlof of rondom verzuim te kunnen delegeren naar een van de medewerkers. Nou, daar hebben we een stuk functionaliteit voor uitgeleverd. En ik ga even uitleggen hoe dat werkt. Het is eigenlijk redelijk eenvoudig in te richten. En ja, dat is natuurlijk iets wat ik vandaag hoop aan jullie mee te geven. Dat jullie morgen denken van, nou, dat fix ik even en overmorgen draait het. Je kan in Profit Windows kun je een delegatie aan gaan maken. Binnen zo'n delegatie bepaal jij zelf welke functionaliteiten erbij horen. Zoals in mijn voorbeeld heb ik verlof, verzuim, bank wijzigen en adres wijzigen. En dat delegatiebakje heb ik dan als het ware ingericht. Wij zorgen ervoor dat de juiste pagina's eraan gekoppeld worden, maar de delegatie staat klaar. Op het moment dat deze delegatie klaar staat, dan heeft een leidinggevende, een manager in Insight, de mogelijkheid om een nieuwe workflow te starten waarmee hij die taken gaat delegeren. Op het moment dat hij dat doet, kiest hij een delegatie die hij wenst te delegeren en kiest hij de medewerker aan wie hij deze taken wil delegeren. Op het moment dat de workflow dan wordt goedgekeurd, dan heeft de medewerker aan wie hij zijn taken gedelegeerd heeft automatisch rechten om bijvoorbeeld een verlofaanvraag goed te keuren voor de afdeling waar hij voor gedelegeerd is. Het bijzondere eraan is dat die medewerker dan ook alleen verlofrechten voor die afdeling kan goedkeuren. Is die medewerker zelf manager van een andere afdeling en kan hij daar salarissen wijzigen, dan zal hij dat niet voor deze afdeling kunnen. Dus we kaderen het heel sterk af van joh, deze taken mag je uitvoeren en deze niet. En dat is een mate van flexibiliteit die we nog niet kennen in het product tot het delegatiemodel er was. Nou, hoe ziet het dan straks uit? Je hebt een manager, die is verantwoordelijk voor een groepje mensen en die stelt iemand aan voor een delegatie. Op het moment dat dat gebeurt, krijgt die persoon rechten om die taken uit te voeren voor die medewerkers. Ik ga het even aan jullie laten zien, want als je het ziet, dan geloof je me pas echt. Even al dat water hier weg voordat ik het omstoot en alles gaat in vlammen op. We beginnen even in Profit Windows. Dus wat ik net uitlegde, we beginnen met het inrichten van een delegatie. Ik zit onder HRM en ik ga vanuit organisatie naar inrichting en ik kies voor delegatie. Nou, ik heb alvast een paar delegaties neergezet en je kan zelf weten hoe je dit aanvliegt. Dus op het moment dat ik nu een delegatie open, dan zie je hier de categorieën die eraan gekoppeld zitten. En hier zie je alle categorieën die wij mogelijk hebben gemaakt. Dus we hebben contract wijzigen, functie wijzigen, declaraties, noem maar op. En je kan zelf bepalen welke je gaat koppelen aan deze delegatie en wij zorgen ervoor dat de juiste pagina's daarin meekomen. We hebben een bewuste keuze gemaakt om dit voor nu te houden bij dit lijstje. En we zijn natuurlijk heel benieuwd naar jullie wensen welke taken je nog meer zou willen delegeren. Kan dat misschien bijvoorbeeld de vrije workflows zijn die jullie zouden willen delegeren. Maar voor nu is het dit lijstje waar je mee uit de voeten kan. Nou, op het moment dat ik dit lijstje aangemaakt heb, zoals ik net al zei, dan is in Insight die delegatie beschikbaar voor een manager. Ik ga naar Insight toe en ik ga inloggen met Cas.
En Cas is manager van de afdeling, deed ik het ook fout, dermatologie. Hij is manager van een afdeling. En hij gaat zijn taken delegeren aan een van zijn medewerkers. Dus ik heb hier in mijn HR-portaal heb ik hier een knop taken delegeren en eventueel de mogelijkheid om een delegatie weer in te trekken. Klik ik nu voor ga verder. Ik selecteer een medewerker waarin ik de taken wil gaan delegeren. En ik kan eigenlijk in deze workflow kan ik kiezen, die vier opties die ik in Profit Windows heb ingericht. Wat voor soort taken wil jij gaan delegeren aan deze medewerker? Nou, kiezen we dan voor verlof en druk op aanmaken. Dan is deze medewerker per direct gedelegeerd voor mijn verloftaken die ik heb als manager. Nou, hier zit natuurlijk een workflow achter. Ik heb ervoor gekozen om alleen een workflow, een ter info taakje nog te sturen. Dus Jasper is nu daadwerkelijk al gedelegeerd voor deze taken. Loggen we dat nu uit. En loggen we nu in als Jasper, dan zul je zien dat op het moment dat ik inlog, dat ik geen HRM heb staan boven. Hè. Dus ik heb geen managersrechten. Ik kan niet zomaar naar een stamkaart van de medewerker en daarvan alles nog wat gaan doen. Maar ik zie wel hier de verlofaanvraag van Pieter van Stavoren. Dat is een van de mensen die op de afdeling waarin gedelegeerd is, werkzaam is. En ik zie dat ik hier zijn verlofaanvraag goed kan keuren. Als ik ga kijken naar de gebruikers van deze workflow, dan zie ik ook dat netjes Cas de Graaf, de oorspronkelijke leidinggevende, recht heeft op deze workflow. En ik als Jasper, als gedelegeerde, deze workflow nu kan afhandelen. Nou, dit kan natuurlijk ontzettend veel tijd schelen voor een manager, als hij op deze manier zijn taken, die hij op deze manier belangrijk acht, weg kan leggen. Ik laat nog even heel kort zien hoe dit er in het organigram uitziet. Want in het organigram heb je een mooi inzicht in hoe het dan opgebouwd is. En als ik hier dan deze afdeling open, dan zie je hier inderdaad Cas de Graaf als leidinggevende met een mooi pijltje eronder met Jasper voor verlof. En je ziet op deze afdelingen zie je Pieter, waarvan de verlofaanvraag is ingestuurd. Dat is eigenlijk wat ik wilde laten zien. Ik hoop dat je een beetje een beeld gekregen hebt van wat hiermee mogelijk is. Ik weet zeker in de zorg en in het onderwijs gaat dit heel erg veel gebruikt worden. En wij hebben er echt voor gekozen om het lekker ook weer makkelijk in te kunnen richten en vervolgens de verantwoordelijkheid in de lijn te leggen om zo'n delegatie ook daadwerkelijk uit te gaan delen. Zijn hierover vragen?